Degradatiezorgen zijn toch zeer serieus voor Vitesse. 4 nederlagen op rij, na een reeks waarin het eigenlijk wat beter leek te gaan met 4 wedstrijden zonder nederlaag. Maar zoals het Wiegers Maduro al opmerkte, het programma hierna wordt wel wat prettiger. Met voor Vitesse dan wellicht de hoop dat het niet op de laatste speeldag aankomt als het nog op moet nemen tegen Feyenoord. Hij zit weer bij Oranje, maar dat is intussen eigenlijk niet opvallend meer. Een zekerheidje. Een bijzondere wedstrijd voor meerdere mensen hier. Zeker ook voor Isimad Merin, die een keer tegen PSV gaat spelen. Daar waar hij zo populair werd. Hij centraal achterin, centraal op het middenveld. Marco van Ginkel. Die dit seizoen nog een paar minuten speelde in het eerste van PSV, maar daarna terugkeerde naar Vitesse. Zoals natuurlijk ook al een paar keer is teruggekeerd bij PSV. Geen oranje voor Joey Veerman, maar dat leek eigenlijk iedereen ook wel een beetje te begrijpen. En hij zal dat dus ook als notitie meenemen in zijn spel. Dat er nog een hoop dingen beter moeten om daar uiteindelijk ook zich te mogen melden. El Ghazi en Fabio Silva is op de vleugels. Ter ondersteuning van Luc de Jong. Aanvoerder is er weer bij. Dat was een afwezigheid van korte duur. Sangare. De Jong. Geven op Silva. Simons vraagt hem op de rand van de 16. De Jong komt naar de eerste paal. Daar was het zoeken naar. Oros blokte genoeg. Daar kon de jongen niet worden bereikt. Manov. Kozlowski. Daar gaat PSV. De weg ligt toch redelijk open. Maakt hij hem ook? Ja, natuurlijk maakt hij hem. Want als je Xavi Simons zoveel ruimte geeft, dan is het dus nummer 13 van het seizoen. Er zijn er een paar bij PSV. Ja, dat moet je toch eens zien. Natuurlijk, er ligt ruimte. Maar Vitesse geeft nou net de PSV'er de ruimte van wie je dat 100% niet moet doen. Want wat maakt hij hem rustig af? Wat gebruikt hij zijn snelheid en zijn balbeheersing daar goed? Isimad Merin is niet de eerste die kinderlijk eenvoudig te kijk wordt gezet. En zal ook de laatste niet zijn. Wenen. Zo, het tweede was met name wat pijnlijk. Nu al een warming-up van Arcus. En een hoofdschuddende flamingo daar. Dat is tegenvaller nummer 2 voor Cocu. Goed, we moeten nu geblesseerd af. Sneu. Met wat dus een spierblessure lijkt. Het zou gebeurd zijn bij de poging om nog richting Simons te gaan. Om dat doelpunt te voorkomen. En dat niet gelukt. En dat is ook nog eens een keer geblesseerd af. Sneu voor Flamingo. Sneu voor Vitesse. Een vrije trap staat natuurlijk nog. Genomen door Veerman. Een bal lijkt even te blijven hangen. Nou, dat kan nu alsnog. Als Fabio Silva het meest attent is. En Vitesse die bal niet lekker wegkrijgt. Ramaljo levert in. Ramaljo houdt wat vast. Ramaljo krijgt de vrije trap tegen. Is dat de arm of niet? Zal er nog even naar worden gekeken? Daar is die voor wel. Misschien ook uit schrik. Niet heel denderend uitverdedigen. De bal komt wel op de arm. Moet ook nog even naar worden gekeken. Door VAR Perez. Die heeft er naar gekeken. En zegt prima zo. Lekker doorgaan. De Jong, Silva,
Simons vraagt, Sangaré krijgt. Hij schiet wel wat wild, maar hij werd nog aangeraakt. Dus het is wel een corner voor PSV. Uit de bal richting tweede paal. In één keer Simons. Ja, dat is wel in één keer. Maar geen probleem voor Scherpen. Manouf met Ramalho. Och, schitterende beweging. En dan is daar niks aan de hand. Blijft er wel druk. Manouf blijft liggen. Hard geschoten. En uiteindelijk een corner. Daar waar de Vitesse aandringt op minstens 1 en 3 of 2 penalties. Dan zal het voorlopig moeten doen met een hoekschop. Ramalho wordt daar behoorlijk te kijk gezet in ieder geval. Is iemand? Ramalho, Sangaré. Krijgt hem niet bij. El Ghazi. Van Aanholt. Fabio Silva naar binnen trekt. Krijgt hij wat ruimte. Natuurlijk ook een oudspeler van Vitesse bij PSV. Met de linksback. 2,5 jaar in Arnhem gespeeld. Brentford ligt even, maar er was echt niks aan de hand. El Ghazi. Simons. Handig er langs, makkelijk er langs. En Wenen. Was het op De Jong, die kopt terug. En daar is niet de tweede van PSV. Fabio Silva. Maar wel weer eens een kans. Nog een tijdje geleden. Sowieso hebben de keepers nog niet zo heel veel te doen gehad in deze wedstrijd. Voorzet van De Jong is natuurlijk lekker. Komt hij net op de buitenkant van de paal. Ramalho, fijne paas dit. De Jong kan nu toch naar Simons, zou je zeggen. Doet hij niet, kiest zelf voor het schot en dat gaat net naast. Simons had ook ruimte. Dan had het eigenlijk ineens gemoeten met links. Nu nam hij hem nog even mee voor zichzelf om dan zelf te schieten met zijn linker. Bakayoko mag door. Krijgt hem bij Simons. Simons naar Silva. Dat was het idee, maar de bal net te hard. Silva houdt hem wel binnen. Van Aanholt leek de voorzet makkelijker te kunnen geven. Balletje van Simons net te hard. Oh, Bas schiet door. Ja, dan zou je zeggen is hij niet te missen. Maar bij Luc de Jong wil het dit seizoen maar niet. 6 doelpunten gemaakt. Dat hadden er veel meer moeten zijn. En dit is ook weer zo'n moment. Dan valt de bal precies goed voor hem. En moet dit 2-0 zijn voor PSV. Schot in de korte hoek geprobeerd. Maar Drommel heeft het zicht erop. Kom van Manhoef. Brentford. Marcus krijgt hem uit de kluts. Net niet mee. Veerman. Sangaré. Oh, kapt even iemand uit in zijn eigen 16. Was nog ingeleverd. Daar is dit de wedstrijd toch niet voor. Wat Sangaré daar even doet. Het levert Van Aanholt uiteindelijk de vrije trap tegen op. Maar PSV denkt het grootste gedeelte van deze wedstrijd. Ach ja, het komt toch allemaal wel goed. En dit is een bal die erin vliegt. Dit is zo'n moment. Ik denk een eigen doelpunt misschien wel op het einde. Maar PSV heeft dit volledig over zichzelf afgeroepen. Lekker gedraaid door Cornelissen. En dan wordt hij verlengd door Van Ginkel. En daarna nog via een PSV'er in het doel. En is de man denk ik die de vrije trap veroorzaakte, zou je kunnen zeggen. Met zijn lakse uitverdediger. Ook zelf verantwoordelijk voor de 1-1.
Kortom, niet de minuten van Sangaré. Bakayoko. Is snel. Is er makkelijk langs. Voorzet. De Jong niet. Fabio Silva klaarleggen. Op Simon zal het idee zijn geweest, maar dat lukte ook niet. Veerman ten opzichte van Manhoef. Druk is er. De bal draait daar precies binnen voor Pero. Die heeft dan te veel tijd nodig. Er wordt veel naar Van Boekel gekeken, maar die fluit na rust een stuk minder snel dan ervoor. Komt het tempo in de wedstrijd ook ten goede. Daar is Bakayoko weer. Bakayoko zelf. PSV met 6 mensen daar rond de 16. Dat zal vergaan niet de allerbeste keuze hoor. Meulensteen. Balletje dit. Arcus. Arcus probeert het in de korte hoek, maar vindt het zij net. De beste kansen zijn er voor Vitesse. Dat is ergens ook wel logisch, omdat zij de meeste ruimte krijgen. Dit is er wel eentje. Hard, maar net naast. 1 punt inlopen op Ajax is voor PSV niet genoeg. Maar daar draait het voorlopig wel op uit. Bakayoko. Goed balletje. Fabio Silva. Klaarleggen. Bakayoko. Het schot is minder goed. De dreiging is er, maar ver naast. Het seizoen van PSV is samengevat in deze wedstrijd. Het lakse, nonchalante voetbal levert PSV slechts 1 punt op.